some changes made here. Geef me geen water, geef me geen brood, maar geef me je liefde, anders ga ik dood. Als ik dood ga, dan hoop ik dat ik als vampier weer geboren word. Dan leef ik van het bloed van andere mensen. En dan kan ik ook vliegen, want dan kan ik ook in een vleermuis veranderen. Dan vlieg ik over de stad. En dan heb ik het eeuwig geleven. Totdat ik met de zilveren kogel geraakt word natuurlijk. Jammer dat oma dood is. Ik heb haar nooit echt goed gekend. Wat jammer dat oma dood is. Het is zo zielig. Voor al die mensen die huilen omdat oma dood is. Toen gingen we naar de kerk. En moesten we in zo'n saaie bank zitten. En oma's kist stond daar met die kist. Met oma erin natuurlijk. En nou, dan allemaal van die... Van die zo'n priester en van die mensen die vertelden allemaal dingen. En familie en vrienden van oma die droegen wat voor en dan mocht ik ook wat voordragen. En ook bij de avondwaken, toen ben ik daar ook heen geweest en toen heb ik oma gezien. Dat was een beetje vies. Lieve opa, het ging wel snel hoor. Eerst uw kleindochter en toen u. Ik had u beter willen leren kennen, maar dat ging niet door. Als er opa-dag was, was het echt onwijs gezellig. Ik keek er altijd erg naar uit. Lekker met z'n allen bij elkaar. En nu u er niet meer bent, hoop ik dat er weer zoiets komt waar ik naar uit kan kijken. Dan wordt het wel niet zo gezellig, omdat u er dan niet meer bent. Maar het is te proberen. Eigenlijk was u niet echt een volle opa op papier dan. Nee, maar dan wel een echte voor mij. Ik ben blij dat ik zo'n geweldige stieffamilie heb. Want, weet u, mijn eigen familie is niet zo groot. Opa, ik zie u over zo'n 80 jaar misschien. Ik hoop het wel. Daphne. Oh, want die handen die waren heel wit en dat was heel gek, want het gezicht was heel mooi en zo. En die handen daar was dus zo'n was een soort bitkettingje doorheen gegaan en die waren heel wit en dat is heel gek. Op een avond belde er een mevrouw op. Het was Loes, de moeder van Kees. Ze zei, Wico heeft kanker. Toen mijn moeder was uitgepraat, vertelde ze het aan ons. Het was een erg grote schok voor iedereen. Uitgerekend was dat Wico op nieuwjaarsdag zou sterven. Maar dat werd 5 weken later. Voordat Wico stierf, werd hij nog in het ziekenhuis opgenomen. Daar hebben dokters geprobeerd alle kankercellen uit zijn lijf te halen. Dat lukte. Op 2 cellen na. Die breidden zich uit tot hij stierf. Na de operatie werd er een naald met een slangetje eraan in zijn arm gedrukt. Dat deed erg pijn, volgens Wico. Toen Wico naar huis mocht, moest die naald er natuurlijk ook weer uit. Dat wou hij niet, dus hij wou in het ziekenhuis blijven. Wico stierf en werd gecremeerd. Het was een erg mooie crematie. Er werd gezongen en er werden gedichten voorgedragen. Wico is nu as en dat vind ik erg jammer. Gaat hij naar de hemel? Kan hij naar de hemel gaan?
dan leeft hij daar gelukkig. En is alles kost niks en dan kan je gewoon barsen kopen en zo. En je leeft heel gelukkig. Je kan huizen bouwen en dat kost niks. Als je naar de winkel gaat, kan je spullen kopen voor niks gewoon. En dan leef je daar heel gelukkig. Maar je hebt een eerste hemel en daar is geloof ik helemaal niks. Dan kan je alleen maar vliegen. En de tweede hemel, dat is wit. En de derde, daar leven allemaal enge monsters in. En de vierde, dat is wat leuker. En zo wordt het steeds leuker tot de zevende hemel. De zevende hemel, dat is de leukste. Ik vind het vooral zielig voor mijn vader en zo, want die heeft nou geen ouders meer. Want ik denk ze niet meer zo vaak aan, want ik heb het ook druk en zo. Ja, dat is een maffe reden, maar... Je kunt het beter druk hebben dan de hele tijd aan zo'n dode denken. Dan zit je ook aan dat te piekeren en zo. Van waarom ging die nou dood en dan? Waarom? Waarom moest dit gebeuren? En waarom zo vroeg? Had nog 100 jaar gewacht. Ik moest hem een paar dingen vragen en zeggen. En nu? Nu kan het niet meer. Waarom? Dit is mijn dagboek. Mijn vogel heet Chico. Hij is erg tam. Ik leer hem op een karretje rijden. Ook leer ik hem kus geven en lief zijn. Hij is gek op snaapwitjes en hij bijt zachtjes. Dus hij bijt niet door. Ik moet hem leren niet te bijten. En als hij dat toch doet, krijgt hij een tikje tegen zijn snavel. Hij poept best veel. Het is een dwergpapegaai. En ik houd veel van hem. Maar mijn lievelingsdier zijn alle soorten papegaaien. Of een ara, maar meer van een papegaai. Ze eet alle soorten pitten en snaarpitjes. Maar hij lust geen appel en peer. Alleen pitjes of fruitpitjes. Op een karretje rijden leer ik hem ook. Maar hij vindt het niet leuk. Daar moet hij maar aan wennen. Hij bijt in mijn oor. Ik ben al 3 oorbellen kwijt. Mijn oom die is dus nou bijna een jaar geleden overleden. En dat vond ik dus helemaal niet leuk. Dus daarom heb ik die gedicht gemaakt. Ik moest dus echt nog een paar dingen vragen. En dus ook zeggen. En daarom heb ik het zo geschreven. En ook echt... Ik voelde ook echt wat ik schreef, ja. Want hij was nog niet oud. Helemaal niet oud. Oma. Mijn oma is dood. Het is leeg. Ik zit op het strand. Het waait hard. Het regent zacht. Mijn oma vaart langs in een boot. Maar ze was toch dood? Dat is ze ook. Maar ze vaart in haar boot naar rust. Ze is nu weg. En ze rust zacht in een bed van rozen. Maar het was gewoon een hele lieve oma. Het was ook, ja, het was wel heel ondeugend. Als je dan een spelletje aan het doen was en je weet gewoon zeker dat het spelregels zo gingen als jij deed. Dan zat ze bijvoorbeeld te zeggen van nee, het moet anders. Dan keek je in het boekje waar het bijvoorbeeld in stond en zegt ze, oh ja, sorry en zo. Dat is wel leuk. Ook altijd, ja, gewoon echt heel ondeugend was ze. Heel lief was ze. Oma is een mens van 80, ja, ze is heel aardig, maar... Op zondagavond dronken we thee. Opeens moest oma naar de wc. Ze deed lipstick op haar lippen en ging naar de disco om te strippen. Oma is een mens van 80, ja, ze is heel aardig, maar...
Ze wou een keer een bank beroven, niemand die haar wou geloven. Toen ze al het geld had bij haar thuis, moest ze naar de gevangenis ver van huis. Oma is een mens van 80 jaar, ze is zo aardig, maar... Oma is gestorven. Ik maak me over haar heel veel zorgen. Ik wacht op haar, elke dag van 's avonds tot elke morgen. Ik maak me kwaad. Waarom is dat nou gebeurd? Ik had mijn oma toen ik klein was gekleurd. Dat is het enigste dat ik nog heb van mijn oma. 'S Avonds in bed praat ik tegen haar. Ze kan me horen, echt waar. Ja, ik wacht op haar. Op een dag komt ze naar me toe. Toen ze ziek was, was ze altijd moe. Mijn oma is gestorven. Ik maak me heel veel zorgen. Ik lag op de bank. Ik was 3 jaar. Ik ging naar het ziekenhuis. Ik ging in de auto. Ik had mijn klantjes dekkend mee. Ik had mazelen en longontsteking. Ik was erg zwak. Ik had mijn knuffels gelukkig mee. Geheugenverlies. Het was een warme dag. Ik zat op de fiets van mijn vriendin. Zij riep mijn naam en zei: houd je goed vast, ik ga de bocht om. Maar dat hoorde ik niet goed. En opeens flits. Mijn wereld werd ineens zwart. Een nachtmerrie kwam in mijn hoofd, net alsof ik de dood tegenkwam. Ik was te bang om mijn ogen te openen, maar toch deed ik ze open. Een fel licht kwam in mijn ogen. Ik dacht dat ik in de hemel was, maar ik besefte dat ik in het ziekenhuis lag. Ik wist wel wie ik was en zo, maar andere dingen wist ik niet, zoals welke dag het was of wat er allemaal was gebeurd en waarom ik in het ziekenhuis lag. En er waren vreemde mensen om me heen. Ik voelde me heel raar. Maar toch zag ik mijn vader daar en voelde ik me veel beter. En ik moest een paar dagen thuis uitrusten zonder zonlicht of zonder gewoon licht. En ik mocht niet lezen of tv kijken. Ik moest gewoon uitrusten, slapen, meer eten. En toen mocht ik weer naar school en ging gewoon het leven door. Daarom heet ook mijn gedicht Heugenverlies, omdat ik een beetje niet wist wat er allemaal was gebeurd en waar ik zat. En het was een beetje vreemd voor me. Dat ik miljonair was. Ik wou dat ik een rozentuin had. Ik wou dat er geen oorlog was. Ik zat in groep 6. We zaten in de klas. Rumoerig was het. Meneer Koenders komt. Stilte. Janneke was dood. Gesnik. Het eerste wat ik dacht: lekker voor haar. Toen drong het door. En ik moest lachen.
de zenuw of zo. Flauw idee wat het precies was. Ik moest gewoon lachen. Ik heb me echt helemaal dubbel gelachen. Daar in de klas. Iedereen zat te janken. Echt erg was dat. Als je wilt reageren, stuur je mail naar villa-achterwerk.vpro.nl/wissiewik.